Het Openbaar Ministerie meldt in een persbericht dat de rechtercommissaris in de recufraudezaak het gerechtelijk vooronderzoek reeds is gestart en er getuigen worden gehoord. In deze zaak is er vandaag nog een aanhouding verricht door de politie. Het Openbaar Ministerie meldt dat er tot nu toe ongeveer 29 miljoen SRD terug is gestort op de rekening van het ministerie van Financiën. De Russische zaak kwam in de maand juli aan het licht in de Nationale Assemblée. In het kader hiervan zijn vanuit de samenleving protestacties op de touw gezet om te vragen hoe het komt dat er een bedrag van meer dan 40 miljoen SRD is gefraudeerd vanuit het ministerie. Tot nu toe zijn in deze zaak meerdere personen in verzekering gesteld.